Goedenavond allemaal. Voor degenen die gisteren mee hebben gedaan, ik hoop dat jullie niet te veel spierpijn hebben. En stuur me een berichtje na afloop. Ik vind het altijd leuk om te lezen als jullie een fijne les hebben gehad. Of ook als jullie geen fijne les hebben gehad natuurlijk. Let's go! Nee, dat willen we liever niet horen. Nee. Oké, we beginnen met marcheren. En dan gaan we naar een step touch naar rechts. En nou lekker. Schouderbladen achter tegen elkaar aan. Oké, sta stil, adem in. Beginnen we met een step tap, rechterteen naar de grond en je armen naar voren. Ga nou de armen naar boven. Oké, wacht 1 seconde, step touch naar rechts. Armen mogen mee naar schouderhoogte. Lekker. Step touch. De vorige keer zat er wat vertraging in. Ik hoop dat dat nu niet is. En anders moeten ze er helaas mee doen. Lekker, sorry. Dan gaan we 2 pasjes naar rechts. Neem je armen mee naar voren. En als je de ruimte thuis hebt, maak grote pasjes. Laatste heen en weer. Een grapevine. Armen mag je nog lekker laten hangen. Dus in het midden kruis je je voeten. Achteraan doe je een hakje. Zij, kruis, hak. Oké, de armen mogen mee. Probeer rechte armen te maken. Dus 1 strakke lijn. Gaan we voor de laatste keer heen en weer. Step touch erachteraan. En lekker. Oké, sta weer stil. We doen alles op links. Linkerteen naar de grond. Armen naar voren. En dan gaan de armen naar boven. Wachten we 1 seconde, step touch naar links. Denk maar aan die armen, probeer ze meteen mee te nemen. Lekker. Schouderbladen weer achter elkaar aan. Gaan we 2 pasjes naar links. Laatste heen en weer. Grapevine, armen mogen nog lekker blijven hangen. Oh. En als je wil mag je ze natuurlijk ook wel al meenemen. Oké, nou mogen de armen mee. Zij hoog, zij laag. Het is altijd lastig die voeten en die armen tegelijk te bewegen. Oké, step touch. Lekker. Kom alvast een beetje dicht bij de step staan. Yes, gaan we de step erbij pakken. We beginnen hier met tappen, rechtervoet eerst. Rustig aan. Probeer je armen mee te nemen naar je schouders. En je knieën goed optillen, hè? Goed met je teen op de step. Beginnen met de rechtervoet op, linkervoet een tap. Gewoon in het midden. Let erop dat je hele voet op de step is. Belangrijk voor je enkels. Oké, 1 tap in de linkerhoek. Wissel. Klein beetje draaien je lichaam naar de zijkant. Laatste rechts en dan 3 tapjes op de step. Je rechterbeen beweegt zo min mogelijk. De spanning op dat been. Links beweeg nou zo min mogelijk. Wissel. Keurig. Wissel. Maken we 2 keer een V-pas rechtervoet. Dus je voeten aan de zijkanten. 1 basis in het midden. En 1 knietje links. V-pas linkervoet. Zij.
basis in het midden. Eén knietje rechts. Oké, knietje in het midden, rechtervoet op. Ronde 2 gaan de knieën omhoog. Treffel die eentje in de hoek. Wissel. Probeer je knieën naar schouderhoogte te brengen. Repeat er 3 knieën. Nou mag dat rechterbeen wel bewegen, hè? Wissel. Laat je armen niet stijf hangen. Wissel. V-pas, rechtervoet. Als je wilt, neem je armen mee. 1 basis. Knietje. 2-pas links. Voet helemaal aan de zijkant, de basis. Knietje rechts. Repeat er links, 3 knieën. Wissel. 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 V-pas, rechtervoet. Basis. 1 knie links. V-pas linkervoet. Zij, zij. Basis. 1 knie rechts. Repeat er links. 3 knieën. Als je wil, neem je armen mee. Wissel. 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 Yes. Oké, dan krijgen we 2 liedjes. Allebei de intervallen achteraan. En dan hebben we een korte pauze. Dit is een liedje met het draaien. Warm? Oké, marcheer. We beginnen dadelijk rustig met een 6-step. Je mag het uitbouwen thuis en je hoeft dus niet te draaien. We beginnen met 2 basis. Oh, sorry. 1 knietje links en een knietje rechts. 2 keer basis. Eentje links. En eentje rechts. 6-step. Rechtervoet op de step. Linkervoet op de step. 4 pasjes uit. Eentje links, knietje. Oké, 6-step. Dit is dus de eerste verandering. 4 passen uit. Knie. 6-step. Rechtsop. Linksop. Draai je heup een klein beetje naar voren. Dus eigenlijk doe je een halve mambo. Rechtervoet op. Linkervoet op. 4 uit. 1, 2, 3, 4. Voor degenen die willen mogen draaien, rechtsop, linksop, rechts, links, rechts, links, een fly en 1 knietje links. Mambo, mambo rechts, rechts, links, fly. Noelle doet de optie, dat is perfect. Dan doe je gewoon een 6-step, hoef je niet te draaien. Rechts, links, rechts, links. Laatste. Ik word er dol van. Basis, rechtervoet. Let op, we gaan hem zo overstappen naar de linkervoet. Komt hij naar deze basis, stap hem over naar links, basis. Is ook super lastig. 6-step. 6-step, 4 pasjes uit. Dus we doen precies hetzelfde, alleen met de andere voet eerst. 1, 2, 3, 4, doe een klein beetje heup naar voren. Linkervoet op, 6-step. 4, 3, 2, 1, knietje. Shit, als hij niet rechts staat. 4, 3, 2, 1. Voor degenen die willen, mogen weer draaien. Links, rechts, een fly. En een knietje. Anders doe je dus die 6-step. Met 4 pasjes uitmarcheren. Knietje. Linkervoet op. Links, rechts. Oké, gaan we naar de laatste. En daarna krijgen we een langzame V-pas. Linkervoet op step, V-pas. Aan de zijkanten. Laag. Super langzaam. Klein tussenstukje. Linksop. We gaan zo meteen steeds wisselen van been. 6-step, linkerhoek eerst. Rechterhoek. Rechts, links. Fly, knietje rechts. Let op, 6-step hier. 6-step links. Anders marcheer je uit, hè. Kies jouw eigen optie. Let op, 6-step hier.
iedere keer wisselen we van voet. Rechts, links, rechts, links. Oké, de laatste komt. Six step rechterhoek. Dus of je marcheert uit. 4, 3, 2, 1. Kom naar lunge. Of je springt. Of je loopt. Het maakt helemaal niks uit. Zolang je goed met die achterste knie omlaag zakt. Handen naar je schouders. Oké, jumping jack. Denk weer aan die knieën lichtjes gebogen. Voeten moeten op de grond, ook je hakken. Armen naar boven als het kan. Oké, maak een squat. Tik een step back. Twee jumps. Hit. Dus intensief omlaag, intensief omhoog. Oké. Nog een liedje, deze is iets korter. En dan een korte pauze. Oké, marcheer. Basis, rechtervoet. Nog twee keer basis. Drie knieën, links. Twee keer basis, linkervoet. Drie knieën rechts. Twee keer basis, rechtervoet. Oké, dit is dus de combinatie wat we gaan uitbouwen. Linkervoet. Repeater. Voor degene die willen, eerste verandering over. Over. Basis. Yes, repeater, keurig. Linkervoet over. Dus over, over, basis. Die linkervoet gaat niet meer op de grond, hè? Oh, over. Basis rechtsop, dus een klein beetje optillen. En een repeater. Gaat die voet thuis? Basis. De rechterkant over. Volgende verandering, als je wil. Rechts, links, laag, laag. Dus je maakt een U-turn. Je voeten gaan aan de zijkanten. Links, rechts. Wat een gedraai. Over. Rechts, links. Oké, linkerkant over. Repeater. Eén knietje. Linkerhoek. Tussenstukje weer. Kom even lekker op adem. Neem je armen mee. Gestrekte armen in de klap. Knieën naar heuphoogte. En dit stukje duurt best wel lang. Ja, je denkt dat het komt, hè? Door de muziek. Vergis je daar ook nog over in. De rechterkant over. Rechts, links. Repeater. Linkerkant over. In plaats van die repeater, kan je ook knie, knie. Knie ietsje intensiever. Over. Over rechts, links. Dus rechtsop, knietje links, knietje. Laatste. Oké. Maak een lunge. Interval. Nummer 2. Hartslag naar de top. Hierna een korte pauze. Dus niet stil gaan zitten thuis. Niet op die bank belanden. Jumping jack. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar denk aan die hakken op de grond. Kom alvast een beetje dicht bij je step staan. Maak een squat. Twee jumps. Komt die laatste? Yes. Oh, ik dacht dat het 8 minuten was. Iedereen een beetje opgewarmd. Wat zeg je? Oeh.
De steps mogen draaien. Ik ga naar een beenliedje. Die jij met die 3 lunches, weet je, of 7 lunches. Moet je even kijken. We beginnen op de step, voeten naast een streepje. Langzaam met marcheren. Oké, we beginnen zo meteen met 7 lunches. Linkerkant, dan is je rechterbeen op de step. Ga alvast klaarstaan. Schouders naar achter. Komt ie. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gisteren van kant, linkervoet op. 7, 6. Let erop dat jouw knie niet voor je tenen gaan. Is goed met je achterste been. Omlaag. Komt ie. Knie twist. Dus je draait je knie. Als het lastig is, maak je een kleine squat. Maar dit is zelfs ietsje zwaarder. Dus kijk wat je thuis kan doen. Laatste links-rechts. Gaan we 3 pasjes naar links. 3, 2, maak een squat. Rechts, 1, 2, 3 en squat. Yes, laag. Probeer goed in het midden te gaan. Hierbij hoef je niet te squatten, het is alleen maar naar de zijkant stappen. Scheelt weer voor je benen. Plaats je rechts. Rechtervoet op de step, linkerkant. 7 lunches. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wissel van kant, linkervoet op. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wissel. Jump knee twist. Rechts eerst. Probeer aan die armen te trekken. Vind dat touwtje waarmee je knie draait. Yes. Laatste rechts. 3 pasjes naar links. Je hoeft niet te squatten. Hè. 3, 2, 1. Squat. Alleen in het midden. Dus hier ga je laag, maar hier gewoon naar de zijkant. Als je wilt, duw je steeds een klein beetje weg. 1, 2, 3 en laag. 1, 2, 3. 4, squat. 4, 3, 2. Wissel van kant. Dit noemen ze een tussenstukje, hè? Ik snap er niks van. Wissel. Constant spanning op die benen. Je zou je moeten rusten. Wissel. 4, 3, 2. Wissel. 1, 2, 3, wissel. Jump, niet twist. We zijn bijna op het einde. Trek weer aan dat touwtje. Draai je knie. Optie, als het even niet meer gaat, tap je en misschien met een twist. Probeer te blijven bewegen. Drie pasjes naar rechts. 3, 2, squat. 1, 2, 3 en squat. Duw jezelf. Steeds een klein beetje weg. Alsof er een muur staat. 1, 2, 3 en laag. Oké, laatste stukje. 7 lunches. 7, 6, 5. Even doorbijten. 4, 3, 2. Wissel van kant. Rechtervoet op. 7 lunches. 7. 6, 5, 4, 3, tot het einde. Gaan we naar jump knee twist. Klein stukje nog. Laag. Oh, doe beide armen eens. Hup. Trek weer aan dat touwtje. 1 lijn. Laatste links rechts. Yes. Oké, okay, conditieliedje. Duurt niet zo heel lang, 3 minuutjes maar. Voet aan de zijkant van de step. Gaan we beginnen met tappen. Ja, die is leuk. Denk aan je ademhaling en tap rechts. Goed door je neus inademen. Beginnen met een rechtervoet op 1 knietje. Wissel van kant. Probeer je knieën weer naar heuphoogte te brengen minimaal. Hoeft niet hoger, is nergens voor nodig. Oké, de muziek gaat ietsje harder bij je op, bouwen niet. Als je niet wil springen, in ieder geval die arm omhoog. En een klein beetje op je teen komen.
7 knieën, linkerkant. 7, 6, 5, 4, 3, 2, wissel van kant. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Voor degene die willen, met een switch. Links, rechts, links. Links, rechts, links, wissel. Knietje. Rechts, links, rechts, knie. Keer in. Chatje naar voren. 1, 2. Oké, ronde 2 zijn we al. Eindig in het midden. Step en rechts. Klap in die handen. Beginnen we? Eén knietje rechtervoet op. Vanaf het begin weer lekker rustig gaan. Ik ben warm, jij? Goh. Bounty. Hoog en laag. Combinatie. 7 knieën. 7, 6, 5, 4, 3, 2, wissel van kant. Links, rechts, 7, 6, 5, 4. Voor degene die willen springen, komt die knietje. Links, rechts, links. Links, rechts, links. Wissel. Knietje rechts, links, rechts. Chatje naar voren. We gaan naar de laatste ronde, die is het allerkortst. Hierna nog één liedje, super rustig en dan weer een kleine pauze. 1, 2. Tap. Met rechts. Kijk maar aan die armen en naar je schouders brengen. Klap met die handen. Niet te laag, dus niet hier, maar voor je gezicht. Rechtervoet op, één knietje. Wissel. Dus je wisselt met een straddle in het midden. Pony. Hoog en laag. Kom op bij de laatste ronde, niet stil ze gaan staan. Als je wil, meteen met die switch. Kies jouw optie. Yes, lekker noedels. Wissel van kant. Rechter knie. Jump, jump. Wissel, linkerknie. Wissel, laatste. Yes. Kom achter je step. We krijgen weer dat hele rustige liedje. We gaan in vier tellen langzaam omlaag als de muziek begint. Als die begint. Ja, vier omlaag komt ie. 4, 3, 2. 1 hand op de step, voeten naar achter. 4 tellen naar de linkerkant. 1, 2, 3, 4. 4 tellen terug. We gaan super langzaam. Met onze rechtervoet naar voren. Zak door je knieën. Rechts naast. Links naast. Rechtervoet weer op. En ontzettend langzaam. Naast. En naast. Rechtervoet op. Linkervoet op. Rechts naast. Dan gaan we naar achter en daarna gaan we het snel doen. Oké, komt ie hè? Dus met die jump jump, komt ie. Rechts, links, naast, naast, op, naast. Dus eerst stap je op en dan maak je een sprongetje. Rechts, links, op, op. Keurig. Als je niet op de step wil springen, doe je hem naast de step hè. Als je het een beetje eng vindt, maakt niet uit. Naast, naast, op, naast, rechts, links. Kom aan de linkerkant van de step. Rechtervoet is op. Alleen maar knietjes. Dus of je kan een jumping squat maken. Kom achter. Anders spring je nou. En dan laag. En laag. Rechtervoet op. Dus of je maakt een gewone squat. Of een jumping squat. Kom naar achter. Spring in de lucht. Laag. En laag. Yes. Achter de step weer. Gaan we 4 omlaag. 4. 3. 2.
één hand op de step. Voeten naar achter. We gaan de rechterkant op draaien. 4 tellen. 1, 2, 3, 4. 4 terug. 4, 3, 2. Alles op links. Zak weer. Door die knieën. Links naast. Rechts naast. Ontzettend langzaam weer. En je mag je armen lekker bewegen. Hè? Een beetje freestylen. Kies wat zelf fijn voelt voor jou. Naar achter. Oké. Ietsje sneller tempo. Komt ie. Links. Rechts. Naast. Naast. Op. Naast. Links. Rechts. Je staat dus telkens met die linkervoet. Hè? Denk aan dat je bukt door je knieën. Links. Rechts. Naast. Naast. Op. Naast. Naar voren. Jump. Kom aan de rechterkant. Linkervoet op de step. Alleen maar die knietjes. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links laatste. Kom achter de step. Hoog. En hoog. Linkervoet op. Komt die weer. Rechts. Links. Rechts. Links. Of je springt naar hoog. Of je maakt je squat. Rechts naar voren. Links naar achter. Rechts. Links. Naast, naast. Linkervoet. Yes. Rechtervoet. Links. Rechts. Naast. Of op, sorry. Laatste naar voren en daarna de laatste naar achter. Maak hem af, hè. Naast, naast, op, naast. Oké, pak een slokje drinken. Is goed. Zijn we ready? Ja. Kun je het beste gewoon een andere fles halen. Oké, beenliedje. Daarna krijgen we nog één conditieliedje. Buik en cooling down. En dan zit het er alweer op. We gaan beginnen op de step in het midden. Zakken we in 4 tellen langzaam omlaag. 4, 3, 2, 1, 4 op, 1, 2, 3, 4, kom aan de linkerkant. Gaan we lekker 3 tellen omlaag en 1 seconde omhoog. Komt ie? 3, 2, 1, en ontdek aan je houding en schouders naar achter, borst naar voren. En op, super langzaam gaat ie. Met een trots houding en ga niet hangen met je schouders naar voren. Laatste, 3, 2, 1, maken we 3 pulsen op 8, gaan we pas omhoog. 3, 2, blijf hier. 5, 6, 7, 8. Doe je binnen naar voren. 5, 6, 7, 8. En hier blijf je dan ook echt stil, hè. Blijf hier. 5, 6, 7, 8. Been mag naar links. 5, 6, 7, 8. 1, 2, blijf hier. 5, 6, 7, 8. Probeer mee te tellen thuis, hè. 5, 6, 7, 8, 1, 2, blijf hier, 5, 6, 7, 8, zet je voeten alvast een beetje naar rechts, 5, 6, 7, 8, 2 tellen omlaag, 2 op, tempo ietsje sneller, laag, 1, 2, denk weer aan die houding, hè, rechterrug, 1, 2, en op, gaan we naar de laatste, en dan gaat ons rechterbeen naar rechts. Komt die 3 tellen omlaag. 3, 2, 1. Duw je billen naar voren. 3, 2, 1. En op. Maak je rechterrug. Laatste. 3, 2, 1. We gaan weer naar 3 pulsen. 1, 2, blijf hier. 5, 6, 7, 8. Duw die billen echt goed naar voren. 5, 6,
7, 8. Dus je spant je benen helemaal aan, bekken naar voren. Yes. Laatste. Bij 4, been naar rechts, 5, 6, 7, 8. En hier span je veel aan. 5, 6, 7, 8. Blijf stil hier, hè? Niet bewegen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Laatste. En dan gaan we achter de step naar mountain climb. Laatste stukje. Zak in de squat. Hij mag achter de step. Ik zal hem via de zijkant doen voor jullie. Hand op de step. Eén rechte lijn. Billen niet te hoog. Beginnen we met ons been. Rechterbeen. Rechterknie naar de linkerkant. Twee keer. Span je buik aan. Twee keer. Rechts. Rechts wisselen we kant. Links. En links. Je hele lichaam is aangespannen. En wissel. Links. Links. Wissel. Rechte voet. Vier knietjes. Vier. Drie. Twee. Wissel. Is je buik nog steeds aangespannen? Wissel die van de wedden wel. Super. Wissel. Eén. Twee, drie, en vier. Haha. Yes. Noelle gaat mij verlaten. We gaan nou naar het laatste conditie alweer. Conditie alweer. Conditieliedje alweer. Nog één keer hartslag naar de top. En daarna buik en cooling down. Kom nog maar meedoen. Ja, het duurt ongeveer 7 minuutjes, dan ben je, is het half. Dan stop je tussendoor. Kom maar. Nou, ik heb Noelle overgehaald. Ik hoefde weinig te doen, maar ze heeft een beetje tijdsnood. Oké, dan gaan we snel starten. We starten aan de linkerkant van de step. 4 squats. 4, 3, 2, wissel van kant. 1, 2, zet verkeerd om wissel. Blijf hier. 1, 2, 3, wissel van kant. 4, 3, 2, wissel. Nog één keer knallen, dames. Wissel. Zo lang duurt die niet. Probeer vol te houden, wissel. We gaan halveren naar 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Laag, laag niet te snel. 8 keer single. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Repeat naar 3, oh terecht, sorry, 3 knieën. Single tap, links, rechts. Hakken naar de billen. Repeat er 3, 2, 1, single tap. Die hakken haal je in het midden naar de billen, rechts. 3, 2, 1. Links, rechts, links, rechts. Tap. Over de top. Dus knietje. Probeer je hakken naar je billen te halen. Oké, we gaan zo meteen naar de jumping jack. Kies je optie op of achter de step. Ja. Probeer die armen mee te nemen. Hè. Kom op, dames. 4, 3, 2, linkerkant. 1, 2, 3, dat was al. Ronde 1, zo snel gaat dat. Haha. Wissel. 1, 2, 3, halveer. 1, 2, 1, 2. Yes, ha. Laatste rechts. 3 knietjes. Single. Step. Rechts, links, rechts. Repeater. Single tap. Repeater. Single tap. Repeater.
Single tap. We zijn al op de helft. Sorry, blijf hier 4. 3. Even doorbijten door die benen. Ze gaan verzuren bij mijn wissel. 4. 3. 2. Wissel. Yes. Er is echt geen optie erbij. Wissel. 1. 2. 3. 4. 4. 3. 2. Wissel. Halveren. Naar 2. Yes. Laag bounce, hè. 1, 2, 1, 2. Single. 8. Als je wil, even rust op die benen. Gewoon lekker aan de zijkant tappen en anders zak je door, hè. Nog 3. 2. Repeat het, 3 knieën. Single tap. Dus je doet steeds 3 knietjes. En dan tap je aan de zijkant. Tap rechts, tap links, rechts. 3 knieën. Tappen. Links, rechts, links, rechts. Tappen. Over de top, komt ie. We zijn er bijna. Als het lastig is, stap je over, hè. Rechts, links, tap. Links, rechts, tap. Maak je klaar, jumping jack. Woe. Yes, lekker ladies. Daag jezelf uit, hè. Laatste ronde. Rechterkant. 4 pulsen. 4, 3, 2, 1. Dankjewel, Noelle. Wissel. 1, 2, 3, halveren. 1, 2, allerlaatste stukje, hè. Niet stil gaan staan. Ik moet ook door die verzuring heen, jullie ook. Lieve, 3 knieën. Single tap. Repeat dat, 3 knieën links. Single tap. Rechterkant. Single tap. Kom op, we zijn er bijna. Laatste combinatie. Single tap. Oké, kom achter je stem. Tap met rechts. Adem goed in door je neus. Voel me hartstig wel. Beginnen we met een step touch. Lekker rustig aan, hè. Lekker. Twee pasjes naar rechts. Laat je armen lekker hangen. Doeg. Grapevine. We gaan er met de benen. Ik ben er een klein beetje overheen, zijn niet meer zo moe. Oké, de armen mogen mee. Zij, hoog, zij, laag. Inderdaad, met een hakje. Ik doe met een tap. Laatste terug. Step touch. Lekker. Step touch. Lekker. Oké, pak je matje erbij als je die hebt. En anders ga je op iets zachts liggen thuis, op een kussen of zo. Boah.
We gaan beginnen met de voeten op de stembrug op het matje. Let erop dat je het hele liedje jouw buik aanspant, hè. Dat is goed vanuit je buik werken. I'm through with standing in line, the clubs I'll never get in, it's like the bottom of the ninth. Gaan steeds fietsen en daarna twee crunches maken. Komt die linkerknie, gaat in. Want I want a brand new house on an episode of Crimson and links. Maar rechts doen we nog twee, één keer. Links. Rechts voet op de step, maak een stretch. Op. En op. Bovenlichaam draait links. Linkerknie. Rechterknie. Linkerknie. En rechts. Voet op de step, twee kruisjes. Hoog. En hoog. Draai in een plek. We gaan zo meteen lopen. Denken we aan dat jij op je onderarmen komt, niet op je elleboog. Dat gaat pijn doen. Als Lynn luistert, deze tip is voor jou. Oké, denk aan je houding, hè. Anders op je knieën, heupen laten hangen. Komt-ie. Rechts, links, op, links, rechts, hoog, hoog, rechts, links, op, linkerkant. Rechterkant, rechts, links, werk vanuit die core, hè. Links, rechts, op, rechts, links, hoog, hoog, links. Handen aan de zijkant, twee tellen laag. 1, 2 en 2 op. Draai weer en een crunch. Knieën 90 graden, links in, rechts in. Links in. Rechts in. Links in. En rechts in. Twee puntjes als je wil. Met jouw benen. Hoog. Ietsje intensiever. Boven lichaam been. En rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Twee crunches. Op. En op. Wissel weer. Oké, we gaan weer. Lopen. Rechts. Links. Op. Laat je heupen hangen. Niet je billen hoog. Spanning op die buik. Linkerkant. Links. Rechts. Op. We zijn rechts. Links. De rechterkant. En linkerkant. Ga nog even verder. Rechts. Links. Op, links, rechts, hoog, rechts, links, op, links, handen aan de zijkanten, twee tellen laag, 1, 2, singles, kom op, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Ontspan heel even. We gaan zo meteen tot het einde. Push-ups doen. Komt weer. Singles. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En twee tellen laag. 1, 2 op. 1, 2 laag. Laat die billen hangen. 2 op. 4 tellen zakken omlaag. Kom op, laatste. 4, 3, 2, 1, 4 op. 1, 2, 3. Kom lekker in een Charles pose liggen. Handen op de step. En lekker ontspannen. Gaat je rechterbeen naar achter. Sorry, maak eerst een bolle rug. Table pose. Nou een holle rug. Yes, en dan gaat je rechterbeen naar achter. Duw jezelf via je tenen naar achter, hè. Rechterbeen, rechterkant.
Je teen is plat op de grond en kom omlaag. Teen de lucht in en trek hem naar jezelf toe. Oké, kom weer terug in het midden. Maak een holle rug. Maak een holle rug. Met onze linkerbeen naar achter. Duw jezelf weer via je kuit goed. Rek moet je je kuit voelen. Linkerbeen, linkerkant. En teen blijft op de grond, hè. Teen de lucht in. En trek hem naar jezelf toe. Oké, kom weer terug. It's your destiny. Blijf op de knieën zitten, buig naar de linkerkant voor je taille. Life is full of sweet mistakes. Loves and make. Time leaves no. Nou, je handen in elkaar en maak jezelf helemaal lang. Nou, je handen achter in elkaar. Kijk naar boven. In me. En rollen we langzaam omhoog. Schud heel even je benen los. Pak je rechterbeen vast. Je linkerknie is losjes. Oh. Dan pak je knie vast en draai de enkels los. Lukt niet met mijn balans. Wissel van kant linkerbeen. Rechterknie is weer losjes. Pak je knie vast. Naar je voet op schouderbreedte. Doe je armen naar achter, schouderbladen achter tegen elkaar aan. Borst naar voren. Breng je armen één keer terug. En doe het nog een keer. Oké, gaan we vier keer langzaam inademen door de neus en blaas uit door de mond. Komt ie. Adem in. Blaas uit. Doe nog twee keer. Adem in. Blaas uit. Laatste keer. Adem in. En blaas uit. Dank jullie wel. En hopelijk tot zaterdag.
Moet ik aankomen zetten of zet ik hem aan? Oh, oké. Okay. Hallo, we gaan wel lekker beginnen. Kom lekker zitten. Kleermaker set. Handen in Gyan Mudra. Rug recht. Schouders naar achteren. Hoofd recht. Kruin richting plafond. We beginnen weer met de Kapalbhati. We gaan weer inademen en uitademen door de neus. En bij de inademhaling maken we de buik weer dik. En bij de uitademhaling trekken we heel bewust echt onze navel naar binnen. Dus we gaan niet rustig ademen, we gaan ons echt heel warm maken. Vuurademhaling wordt die ook wel genoemd. We gaan beginnen. We ademen in, uit, 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 in. In, uit, 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 in. In, uit, 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 in. In, uit, 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 in. In, uit, 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 in en uit. Adem ik hier diep in en uit. Schud de benen even los. En kom weer terug in kleermaker set. We brengen de linkerhand in Gyan Mudra. De rechterhand in Vishnu Mudra. We buigen de wijsvinger en de middelvinger. De duim gaat richting het rechterneusgatje. De pink en de ringvinger bij het linkerneusgatje. Sluit je ogen. En we gaan rustig in en uit ademen. Anulom Vilom. We maken even die hele sinussen schoon. En zorgen dat onze ademhaling tot rust komt. En we zelf langzaam zakken in ons lichaam. We ademen in aan de rechterzijde. 2, 3, 4. Hou vast. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, links uit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Links in. 2, 3, 4. Hou vast. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rechts uit. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Rechts in. 2, 3,
4. Hou vast. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Links uit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Links in. 2, 3, 4. Hou vast. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rechts uit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rechts in. 2, 3, 4. Hou vast. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Links uit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Links in. 2, 3, 4. Hou vast. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rechts uit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rechts in. 2, 3, 4. Hou vast. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Links uit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Links in. 2, 3, 4. Hou vast. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En rechts uit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Ontspan. Adem een keer heel diep in. Hals, borst, buik vol. En hou vast voor 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En adem alle lucht naar buiten. En als alle lucht buiten is, hou je de adem 10 seconden buiten. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En adem rustig in en uit. Schud nog een keer je benen los. En dan komen we op onze rug liggen voor de eerste relaxatie. Kom op je rug liggen. Laat de voeten naar buiten vallen. De handen naar buiten vallen. En de palmen die wijzen naar het plafond. We gaan ons hele lichaam scannen. We beginnen boven bij die schouders. Misschien wil je je schouders even een beetje optillen, een klein beetje bewegen. En voel eens wat er te voelen valt. Zit er ergens pijn in je lichaam? Stijfheid? Ga dan in gedachten naar dat plekje toe. Adem heel bewust even wat extra zuurstof naar dat plekje toe. Geef het wat extra aandacht. Laat het weten dat het er mag zijn. Misschien krijg je wel een idee binnen. Een ingeving, een woord, een gedachte. En dan laat je het ook weer los. En dan lopen we in gedachten langs ons wervelkolom naar beneden. Midden van je rug. En van het midden van je rug, langzaam naar je onderrug. En dan ligt die hol of bol op het matje. Vandaag gaan we naar de heupen.
beweeg die heupen even links en rechts. Misschien wil je eens een beetje optillen. Dus even voelen hoe die aanvoelen. En dan gaan we naar onze bovenbenen. De knieën. De onderbenen. De enkels. De voeten. Draai even die voeten naar binnen. Draai ze even naar buiten. En laat weer lekker los. Hoe voelen je voetzolen aan? Zijn die warm? Of zijn die koud? We maken even hele grote voeten. Strek even die voeten helemaal uit. De tenen helemaal uit elkaar. Een maatje groter. Dan laten we onze voeten weer met rust. We gaan naar onze bovenarmen. We voelen onze bovenarmen aan, zo liggend op het matje. Ellebogen. Je onderarmen. Je polsen. Draai even die handen wat naar buiten en naar binnen. Dan maken we die handen even helemaal groot. Maak ze groot, zo groot mogelijk. Dan maken we vuist. En laat los. Leg je handen weer rustig neer. We gaan onze hals. Voelt onze hals aan. Misschien wil je je hoofd een beetje van links naar rechts bewegen. En je gedachten. Kon je goed bij je lichaam blijven, heb je makkelijk je hele lichaam even kunnen scannen. Heb je even lekker kunnen voelen, kunnen zakken in je lichaam. Of liepen je gedachten af en toe een beetje weg. Wanneer je nou merkt dat je gedachten weg zijn gelopen en dat je terugkomt. Dan ga je heel bewust even je ademhaling volgen. Heel bewust je inademhaling door je neus. Die je buik omhoog brengt. En de uitademhaling door je mond. Waarbij je buik weer helemaal naar beneden zakt. En de inademhaling door je neus. En die buik komt weer helemaal omhoog. En op de uitademhaling door je mond. Zak je buik weer helemaal naar beneden. En je merkt dat je weer helemaal terug bent bij je lichaam. Strek even de armen op naar boven, boven je hoofd, maak ze lang. Spits je tenen en maak je even helemaal lang. Zo lang mogelijk, links wat langer, rechts wat langer. Links weer wat langer, rechts wat langer. En laat los en kom in je eigen tempo rustig voor op het matje staan. Voor de sun salutations, we gaan ons warm maken. We gaan alles eventjes rekken en strekken. We zetten de voeten langs elkaar voor op het matje. Op heupbreedte. Breng de handen bij elkaar. Wrijf ze even warm. Helemaal warm. En dan leggen we die handen op de ogen. En voel die warmte, voel die energie naar binnen stromen. En via onze vingers richting de slapen. Boven de oren langs. En dan leggen we onze handen in onze hals. En voel die energie stromen. Strijk af richting je borst. Schud je handen uit. En laat die hernieuwde energie je lichaam instromen. Strek je vingers weer bij elkaar. We ademen in. Omhoog naar achteren. Heupen naar voren. En we ademen uit. We zetten onze handen. Langs de voeten. En kijk richting je knieën. Maak jezelf klein.
We ademen in en we zetten onze rechtervoet zo ver mogelijk naar achteren. De linkervoet is gebogen en de knie is boven de enkel. Niet ervoor, niet erachter. Je armen staan onder de schouders. Zak wat dieper naar het mat toe. En dan plaatsen we onze linkervoet naar achteren bij. We spannen onze buikspieren aan. We maken ons helemaal recht. Dus we zakken niet door. Onze billen zijn niet omhoog. We proberen ons helemaal recht te maken. Eén rechte lijn. En hou die buikspieren aangespannen. Adem een keer rustig in. En als je uitademt, breng je de knieën aan de grond. Leg je voeten plat. Je borst tussen de handen. En de kin aan de grond. En adem uit. En op een inademhaling schuiven we omhoog. De cobra. Zorg dat je ellebogen verslot zijn. Je schouders laag. Niet opgetrokken. We ademen uit en we zetten die tenen eronder. We duwen onze billen helemaal richting het plafond. De schouderbladen komen dichter bij elkaar. Je hoofd is tussen je ellebogen. Down dog. En die hielen die duwen we naar de grond. Adem in. En plaats je rechtervoet weer helemaal naar voren. Nu is de rechtervoet gebogen. Adem uit en plaats je linkervoet helemaal naar voren. Neus is richting knieën. En we ademen in. Breng die handen omhoog bij elkaar. Naar achteren, heupen naar voren. En adem uit. Prayer. Adem in, omhoog en naar achter. Adem uit, zet je handen langs de voeten. Adem in, linkervoet helemaal naar achteren. Duw dat bekken richting die bodem. Plaats je rechtervoet bij. Kom weer in die plank, span die buikspieren aan. Maak je recht. De handen staan onder de schouders. Ja, hangt niet. We ademen uit. Knieën aan de grond. Voeten plat. Borst tussen de handen. Kin aan de grond. En adem in. Cobra. Adem uit. Tenen eronder. Down on the dog. Duw die hakken naar de grond. Adem in. Linkervoet helemaal naar voren. Duw dat bekken naar de grond. Adem uit de rechtervoet erbij. En adem in. Kom omhoog. Naar achteren. En adem uit. Adem in. Omhoog en naar achteren. Adem uit. Handen langs de voeten, neus naar de knieën. Adem in, rechtervoet. Linkervoet bij. Kom in de plank. Span die buikspieren aan. Adem uit, de knieën, de voeten, de borst en de kin. En adem in. Cobra. Adem uit. Down on the dog. Adem in rechts. Adem uit links. En adem in. Omhoog en naar achter. Adem uit. Adem in. Omhoog en naar achter. Adem uit. Handen aan de grond. Adem in links. Rechtervoet bij. Plank. Span die buikspieren aan. Adem uit de knieën, de voeten,
borst. En kin. Adem in. Cobra. Kijk een keer rechts over de schouder. Misschien kun je je voeten zien. Kijk naar voren. Links over de schouder. Misschien kun je je voeten zien. En terug naar voren. Adem een keer rustig op de plaats in en uit. Beweeg je heupen. Een beetje van links naar rechts. Zet de tenen eronder en adem uit. Down on the dog. Loop heel even op de plaats. Duw die hakken naar de grond. Je schouderbladen komen dichter bij elkaar. Je hoofd is tussen je bovenarmen. En duw die hakken terwijl je loopt richting de grond. Duw die hakken even helemaal naar de grond toe. Adem in en zet je rechtervoet helemaal naar voren. Adem uit, linkervoet bij. Adem in, omhoog en achter. En adem uit. Adem in, omhoog en achter. Adem uit. Adem in, links. Rechts plank. Adem uit. Helemaal naar de grond. Adem in. Cobra. Kijk weer een keer rechts over je schouder heen. Voel die twist. Naar voren. Links over de schouder. Terug naar het midden. Adem in. En op de uitademhaling duw weer die billen omhoog. Down under dog. Duw naar beneden. Loop weer even op de plaats. Duw die hakken. Maak die hamstrings lang. Die billen gaan naar het plafond. Adem in en zet je linkervoet weer helemaal naar voren. Adem uit, de rechtervoet bij. En adem in. Omhoog naar achter. En adem uit. Adem in, omhoog en naar achter. Adem uit, handen langs de voeten. Adem in, de rechtervoet. Linkervoet bij, plank. En we gaan naar de beer. En van de beer. Upper dog. Zet de tenen om. Adem uit. Down dog. Adem in. Rechtervoet. Adem uit. Linkervoet voor. Adem in. Omhoog naar achter. Adem uit. Omhoog naar achter. Adem uit. Handen langs de voeten. Adem in links. Rechts bij in de plank. Adem uit, beer. Adem in, cobra. Adem uit, down on the dog. Adem in, linkervoet. Adem uit, rechtervoet. En adem in, kom omhoog, zak in de stoel, hou hem vast, breng de handen bij elkaar, prayer, en dan breng je je elleboog, je rechter elleboog, opzij van je linkerknie, buig naar voren,
Je elleboog blijft omhoog. Kom omhoog. Terug in de stoel. En we gaan naar rechts. Buig naar rechts. Je linker elleboog opzij van je rechterknie. En kijk weer omhoog. Lukt het allemaal? En kom rustig weer in het midden. Van hieruit omhoog. Naar achteren. En adem uit. En kom liggen op de mat. Voor de laatste relaxatie weer even. Tussendoor. Kom liggen. Laat de handen naar buiten vallen. Voeten naar buiten. En dan stellen we ons voor dat al die warmte die we nu gecreëerd hebben, langzaam helemaal naar ons hart gebracht wordt. Dus vanaf de puntjes van je tenen, door je benen, stroomt die warmte omhoog naar je hart. En vanaf die puntjes van je vingers, door je armen, naar je hart. En vanaf je kruin, omlaag. Al die warmte naar je hart. En stel je voor dat je hart groter wordt. En kijk in je hart. Stel je voor dat je in jouw hart kunt kijken. Wat voor kleur heeft die dan? En laat die dan steeds groter en groter groeien. Zo groot dat die helemaal om jou heen ligt. Dat jij op jouw matje in jouw hart ligt. Onvoorwaardelijk liefde. Nooit, maar dan ook nooit oordelen. Je bent precies goed zoals je nu bent. En hou dat hart om je heen. Blijf bij jezelf. Zoek in de oefeningen jouw grens op. Kijk of dat je net iets dieper kan zakken. Maar blijf vooral bij jezelf. Voel. Wanneer er ergens wat weerstand is, kijk of dat dit jouw grens is of zit er nog wat achter die weerstand. Is er een reden waarom die weerstand er is? Voel. En dan laten we het weer even los. Dan leggen we de handen langs het lichaam. We buigen de knieën weer. We ademen in en dan duwen we onze buik helemaal omhoog. Helemaal omhoog. Zet die voeten iets dichterbij. Duw omhoog. Zorg dat je knieën wel boven je enkels zitten. Dus niet op die manier en niet op die manier. Zo recht mogelijk. Zet die handen eronder. Je kan ze ook steunen als je dat prettiger vindt. En duw dat bekken omhoog. Voel die spanning in je billen, je bovenbenen, je buik, in je zijde. En hou vast. Voor 5, 4, 3, kan hoger, 2, 1. Kom op de tenen. Kom op die tenen en duw die buik nog wat hoger. En hou vast voor 5, 4, 3, 2, 1. En laat heel rustig zakken. Tot bijna op je matje. En duw weer omhoog. Adem in. Duw omhoog. Hou vast. 5, 4, 3, 2, 1 en laat heel rustig zakken
wervel voor wervel, heel erg langzaam, heel rustig, leg je je rug weer terug op het matje. Strek je benen uit. En dan brengen we die handen net onder de billen. En onder bij je rug. Als steun. Double leg raises. Dus we zetten de voeten bij elkaar. Gespitst. We liggen goed op onze rug. En dan brengen we beide benen tegelijkertijd omhoog naar 70 graden. En in 4 tellen weer omlaag. Tot bijna op het matje. En dan weer omhoog. 2, 3, 4 en omlaag. 2, 3, 4 en omhoog. 2, 3, 4 en omlaag. 2, 3, 4 en omhoog. 2, 3, 4 en omlaag. 2, 3, 4 en omhoog. 2, 3, 4 en omlaag. 2, 3, 4 en omhoog. 2, 3, 4 en omlaag. 2, 3, 4 en de laatste keer omhoog. 2, 3, 4 en rustig omlaag. Leg je handen opzij. Adem een keer rustig in en uit. Dan leggen we de handen opzij. Maak ze lang. Dan buigen we de knieën. Kom op je onderrug liggen. Je onderrug is dus plat op het matje. De tenen zijn geflexed, dat wil zeggen richting het plafond. We kijken naar rechts. En we laten die knieën naar links zakken. Heel rustig. Laat ze helemaal naar de grond zakken, zo ver als je kan. Laat die schouder op het matje rusten. En rustig terug naar het midden. We kijken naar links. En we laten die benen naar rechts zakken. Die knieën langzaam naar rechts zakken. Kijk of dat je die schouders goed aan het matje kunt houden terwijl je die knieën naar de grond brengt. En weer heel rustig terug naar het midden. Wanneer je kan, strek je je benen uit. En we kijken weer naar rechts. Laat je gestrekte benen naar links zakken. Hou vast die schouders op de mat. En kom omhoog. Kijk naar links. En laat die benen naar rechts zakken. En terug naar het midden. En dan buig je linkerbeen over het rechterbeen. We kijken naar rechts. En we laten helemaal naar beneden zakken. Hou vast. En natuurlijk mag je ook gewoon je benen of je knieën gebogen houden of je benen gestrekt. En we komen terug in het midden. We wisselen. We kijken naar links. En laten naar rechts zakken. Probeer die schouders op het matje te houden. En voel die stretch. Voel die twist in je zijde. Je schuine buikspieren. En laat weer rustig terug in het midden komen. Zet je voeten neer. Leg ze recht. En kom op je billen zitten. Kom mooi recht zitten. Armen langs het lichaam. We gaan naar de boot. Breng die benen omhoog. Je mag ook de
knieën buigen. Armen omhoog. Kijk of je de benen kunt strekken. En hou vast. Span die buikspieren aan. Kom op. Voor 5. 4. 3. 2. 1. En zet rustig neer. Maak je even lang. En zak weer naar achteren. Strek de armen weer uit. Breng die voeten weer omhoog. Span die buikspieren aan. En voor 5. 4. 3. 2. 1. Leg neer. Forward bend. Maak je lang. Helemaal lang. Vanaf die heupen. Maak lang. Kijk naar die tenen. Die tenen zijn geflexed naar het plafond. Adem nog een keer in. Maak lang. En adem uit. Laat je zakken. Steeds dieper naar voren. Adem weer in. Kom weer een beetje omhoog. Maak lang. Maak lang. Richting die voeten. Je kan je voeten bij de onderbenen vasthouden. Of de handen bij de onderbenen vasthouden. Bij je enkels of bij je voeten. Dat maakt niet uit. Je mag ze ook naast je neerleggen. Je handen zijn absoluut niet belangrijk. Het gaat om de stretching van je rug. Dus adem in. Kom nog een beetje omhoog. Maak lang. Maak lang. Maak lang. Adem uit. En hou vast. Voor 5. 4. 3. 2. 1. En kom rustig weer omhoog. We buigen linkerbeen, zetten we boven tegen het rechterbeen aan de binnenzijde aan. En we maken weer lang, maak helemaal lang. En we buigen richting dat rechterbeen. En kijk onderdoor. Kijk naar links. Kijk of dat je dat knie nog wat dieper kan duwen. Span dus allebei je beenspieren aan. Niet alleen het rechterbeen is gespannen. Ook je linkerbeen. En voel die zijde, voel die twist. Voel die fijne buikspieren, je rugspieren. Span aan, span die hele koor aan. En nog 3, 2, 1. En laat rustig los. Wissel van been. Linkerbeen naar voren, rechterbeen gebogen. Maak lang. Helemaal lang en buig naar rechts. Pak je onderbeen of je voet vast. Kijk ondertussen je ellebogen door. Kijk of dat je die rechterknie nog wat dichter richting de bodem kunt duwen. Voel die spanning in je benen. Zowel in die rechter als in die linker. Span die buikspieren aan. Kijk onderdoor. Voel die twist. Je voelt hem in je rug en in je zijde. Die schuine buikspieren, maar ook je rugspieren. Span aan. En nog 3, 2, 1. En laat rustig los. Dan zetten we de rechterhand achter ons neer. En die linkerarm in het verlengde van het been omhoog. En van hieruit duwen we ons bekken omhoog en naar achter. Strek je helemaal uit, maak je helemaal lang. En laat weer heel rustig zakken. Ander been. Leg je linkerbeen omhoog, je rechterbeen gestrekt. Linkerarm achter je rug. Rechterarm, het verlengde van je been, omhoog. En dan duwen we dat bekken omhoog. En die arm die strekt door helemaal naar achteren.
Maak lang. Maak zo lang mogelijk. Hou vast. Kom op, nog drie. Maak langer. Twee. Eén. En laat rustig zakken. We komen staan op de mat. Voor op het matje staan. Dan zetten we ons rechterbeen naar achteren. Breng die handen. Strek die uit omhoog. Maak lang en zak dieper. Die voeten wat verder uit elkaar. Zak door. Zo ver mogelijk door. Maak lang. Kijk of dat je die armen naar achter kunt brengen. En maak lang. Buig naar voren. Armen richting het plafond. En hou vast. 5. 4. 3. 2. 1. Kom rustig terug. Zet je af op je been. Kom omhoog. Zet naar voren. Andere been. Je linkerbeen naar achteren. Armen omhoog. Zak. Zet je voeten wat verder uit elkaar. Zak zo laag mogelijk. Als je kunt, breng je armen naar achteren. Strengel in één. En buig naar voren. En breng die armen omhoog. Richting het plafond. En hou vast. Voor 5. 4, 3, 2, 1. Zet rustig terug. En kom rustig omhoog. Maak lang. Maak zo lang mogelijk. Breng de handen zijwaarts omlaag. Kom net langs het matje staan. Dan buigen we het rechterbeen. Het gewicht komt op links. Til je been op. Kijk of dat je je voet kunt buigen. Hou je voet vast. En strek je arm op. En maak lang. Maak lang. En hou rustig vast. Wanneer dit niet lukt, pak je de tree pose. Dus dan pak je deze. Zet je je voet aan de binnenzijde. En maak je lang. Of je pakt deze. Zorg dat je het focuspunt vasthoudt op de grond. Mag ook zo. Maar als je hem vasthoudt, glijd je voet niet over je broek omlaag. We gaan naar de andere zijde. Zet al het gewicht op je rechterbeen. Buig je linkervoet. Pak je voet vast. Zoek weer die balans. En breng je linkerarm helemaal omhoog. Maak jezelf lang. Hou vast. Wanneer deze te lastig is, pak je weer de tree pose. Die is ook prima. Dus kijk wat voor jou de beste optie is. En we zetten de voet weer rustig neer. We buigen weer ons rechtervoet. We pakken hem vast. We strekken onze hand uit. We buigen naar voren. We gaan weer naar de Cosmisch Dancer. Hou vast. Netjes. Wanneer je kan, breng je
terwijl je op één been staat, die andere hand naar voren en strek je je been helemaal uit naar achteren. Dus we maken een overgang van de dancer naar de warrior. Zet rustig neer. We proberen aan de andere zijde. Dus we buigen ons been, linker in dit geval. Arm naar voren, strek uit, duw je voet weg. Naar de dancer. Zorg dat je je balans hervindt. Zo. Wanneer het lukt, breng je de hand naar voren en strek je het achterste been uit. Kijk of dat het lukt door op één been te balanceren. Netjes. En zet je been weer rustig neer. We gaan even. Ik hang vast. Naar de mountain. Zet die voeten bij elkaar. Handen voor het lichaam. Vanaf je kruin richting plafond. Dan kijken we langs die twee duimen af. Richting plafond. En als je kan, sluit je je ogen. Zorg dat je goed recht staat. En dan stellen we ons voor dat we die mountain zijn, die berg. Strak, vast, vaststaand op de bodem. En dan stellen we ons voor dat we wortels laten groeien. Vanuit onze voetzolen. Dikke wortels beneden de grond in. Dieper en dieper en dieper en dieper de aarde in. Tot het midden van de aarde waar een heel groot kristal ligt. En we slaan onze wortels om dat hele grote kristal heen. En die kristal, daar komt helder wit helend licht vanaf. En dat helder witte helende licht brengen we omhoog via onze wortels. Steeds verder omhoog, 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 omhoog. Onze voetzolen binnen. Door onze benen omhoog naar onze heupen. Onze buik en ingewanden, onze borst, onze longen, onze schouders, onze armen, tot in de topjes van de vingers. Onze hals, oren, mond, neus, ogen, naar onze kruin. En die kruin die opent zich als een bloemetje. En we laten dat helder witte licht dat eruit komen. En dan valt er een warme douche om ons heen. Breng die handen langzaam omlaag en voel die cocon van helder wit licht om ons heen. En we ademen dat helder witte licht een keer heel diep in. Vul die longen. En dan laten we alles los wat we niet meer kunnen gebruiken. Adem uit. Adem nog een keer heel diep in. En adem uit. Adem nog een keer diep in. En laat alle emoties los. Alle boosheid, verdriet, laat het los. Adem uit als een grijze waas en het wordt getransformeerd naar helder wit helend licht. Dan komen we op het matje zitten. En we gaan naar de butterfly. We zetten die voeten nog even tegen elkaar aan. Pak die voeten vast. Duw die knieën naar buiten. Voel die heupen. En hou even vast. Adem rustig door. Met toe die benen naar buiten, die knieën. Draai de ellebogen weer naar binnen. En we gaan fladderen. We maken even onze ogen dicht. We waren net mooi aan het visualiseren dat we al heel goed geaard zijn. En we fladderen als een vlinder. We stellen ons voor dat we ergens op een hele grote weide rondfladderen. De zon op ons hoofdje schijnt en dat het heerlijk warm is. We maken flink wat vitamine D aan nu. Stel je voor dat je die zon op je toeter ziet. En we fladderen van bloemetje naar bloemetje.
Kom op, dat kan sneller. En hoor. Hoor dat water ruisen in het beekje wat hier langs stroomt. Misschien kun je het beekje wel zien. In gedachten. Een klein beekje met links en rechts wat dikke stenen. Waar het water omheen sappelt. Het vormt een beetje schuim links en rechts. Wat witte kraagjes op het water. En we laten ons neerzakken. Op een hele mooie grote bloem. En zetten we onze vleugels eventjes uit door onze ellebogen in onze knieholtes te plaatsen. Duw die vleugels uit. Breng je borst naar voren. Maak je groot. Laat die zon schijnen. Laat je lichaam opwarmen. Dan laten we ellebogen naar binnen komen. We zetten de handen voor de voeten neer. En we lopen zo ver mogelijk naar voren. Maak jezelf zo lang mogelijk. Dat komt niet zo ver, maar dat maakt niet uit. Iedere keer kom je wat verder. Maak je lichaam lang. Dan lopen we langzaam naar achteren. We zetten de handen achter het lichaam neer. En duw die knieën wat verder uit elkaar. De borst naar voren. Adem een keer heel diep. In en uit. Kijk naar achteren. Adem nog een keer heel diep in. En uit. En kom rustig voor het matje staan. Zet de voeten weer breed. Handen in de zij en we buigen voorover. Het hoofd richting de grond. Zet je handen aan de grond. Dat kan dieper. Breng dat hoofd dieper richting de grond. Voel die binnenzijde van je benen. Nu lopen we helemaal zo ver mogelijk naar voren zonder om te vallen. En terug. Dan lopen we onder de benen door. Draai die handen. Probeer zo ver mogelijk door te lopen. Hou even vast. Loop rustig terug naar het midden. En zet je linkerhand over je rechter. De rechter langs de linker. En strek je linkerbeen uit. We lopen helemaal naar rechts. Hou even vast. En we lopen rustig naar links. Strek dat rechterbeen. Hou even vast. Loop rustig terug naar het midden. Links en rechts de handen in een kruis op de vingertopjes. En dan kom je op de tenen, op de topjes van je voeten. Buig die knieën en kijk voor je. Duw dat bekken naar onderen. Duw die billen weg. Netjes, hou vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Zet die hakken aan de grond. En kom rustig op het matje liggen. De laatste relaxatie. Wanneer je geen behoefte hebt aan relaxatie, kun je het filmpje uitzetten. En anders kom lekker liggen. Als ik dadelijk klaar ben, kun je ook gewoon nog lekker blijven liggen. Je bent nog lekker thuis. Ik haal je niet uit je ontspanning. Dus kom op je rug liggen. Heb je sokken aan of een dekentje over je heen. Laat je handen naar buiten vallen. De voeten naar buiten. Sluit je ogen. En voel hoe je voeten steeds zwaarder worden. En steeds dieper en dieper in de aarde zakken. Je benen worden steeds zwaarder en zwaarder.
je heupen zwaarder en zwaarder. Je rug en je schouders zwaarder en zwaarder en zakken dieper en dieper in je matje. Je armen, ze worden steeds zwaarder en zwaarder. En zakken steeds dieper in de bodem. We tillen onze voeten een paar centimeter van de vloer. Voel hoe zwaar die voeten zijn. En laat los. Span even je bilspieren samen en duw dat bekken een paar centimeter van de grond. Voel hoe zwaar dat bekken is geworden. Hou eventjes vol. Voel. En laat los. Dan tillen we onze armen. Een paar centimeter van de vloer. Voel dat gewicht. Voel hoe zwaar die armen geworden zijn. En laat ze los. We buigen ons hoofd even naar links. Zelfs je hoofd is zwaarder geworden. Buigen naar het midden. En door naar rechts. En terug in het midden. Span even al je gezichtsspieren samen. Die spiertjes om je ogen en je kaakspieren. Span alles aan, maak even een heel vies gezicht. En laat los. Voel die ontspanning vanaf je ogen omlaag zakken. Vanaf je kaken omlaag naar je hals, je schouders. Breng een glimlach op je gezicht. En laat die ontspanning naar beneden zakken. Vanaf je schouders langs je armen af. En langs je borst naar je buik. Naar je heupen, je bovenbenen, onderbenen. En via je voeten, via die wortels, laat je alle spanning naar beneden lopen, weg. En laat je je hele lichaam over aan de ontspanning. En diegene die graag wil blijven liggen, blijft heerlijk liggen. En diegene die met mij af willen sluiten, die kunnen komen zitten op het matje. Of het kan ook lekker liggend, dan blijf je lekker liggen. En anders kom je rustig weer zitten in kleermakerszet. En wanneer iedereen zover is, breng de armen opzij, omhoog, adem in. En adem uit, prayer. Namaste. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Heel snel weer hier, hoop ik.
Oké. Goedemorgen, middag, avond, wanneer je kijkt. We gaan weer beginnen met de power. Ik wens jullie heel veel succes. Jullie kunnen hem ondertussen denk ik al wel dromen. Maar zodra we weer open mogen, gaan we echt heel snel met een nieuwe les beginnen. Want dat is natuurlijk het leukste. Zo is het heel moeilijk om dit op jullie over te brengen. Dus daar wacht ik liever mee. Zoals je ziet, sta ik er helemaal alleen voor vandaag. Dus dat is wel een beetje zielig. Nee, grapje. De volgende keer weer met z'n tweetjes. En ja, we gaan van start met de warming-up. Succes! Mag je starten met een 3-1 deadlift? Yes. Maar die schouders naar achter. Bij je boven ga je naar 2-2. En na 2-2 detro. Hele lichte buiging. Oh, wat ben je aan het doen? Dat was geen detro. Kom je boven en een single tempo. Yes. Ellebogen dus naar binnen. Schouderbladen naar elkaar toe. Als je ook echt die schouders triggert. Ga je naar een 3-1 upright row. 1, 2, 3. En laat het rustig los. Dat doe je met vaart. Maar wel met controle. Probeer die op één lijn te houden. Die ellebogen samen. Niet apart. 2-2. Iets meer controle over de hele lijn. Naar boven en naar onder. Je laat ze. Blijf je in het midden. Combi 2-2 deadlift. 2-2 upright hold. Probeer die rug niet veel te rollen. Soms heb je daar geen erg in. Maar probeer daar dus op te letten. We gaan naar single tempo. Let's go. Dus ga je bovenin op je tenen. Dit is nu een high pull. Laatste. Ga je naar je triple battle zakken. 1, 2, 3. Kom rustig terug. Nogmaals. 1, 2, 3. Kom je omhoog. Blijf hier even staan. Ga je in je knieën pressen. 3, 2, 1. Let er heel goed op, hè. Je hebt dus niet gewoon een afstand omhoog. Trek hem als een upright wel omhoog. Duik eronder. En kom naar boven. Zet hem op je schouders. Linkerbeen voor. Links. Kom weer terug. En naar 3-1 squat. In de achterballen. Kun je nog wat oefenen met die spanning op je been houden? Hoeft niet, mag wel. Kom terug naar je voorpositie. Dan gaan we weer naar de eerste combi. 2-2 deadlift, zak hem. Upright row. Deadlift. Upright row. Single. High pull. Ga je rustig omlaag. Ga je voor je triple. 1, 2, 3. Swipe bij elkaar. Ik moest zo even aan denken. En dat helpt je ook voorkomen dat je iets te veel in je rug gaat hangen. Dat wil je liever niet. Kom je omhoog, clean and press. Denk aan wat je techniek is. Omhoog als een upright row.
onderkruipen en boven je hoofd tillen. Laatste keer. Op de schouders. Recht voor. Kom terug. Met je babbel weg. Pak je vlees erbij. En dan ga je naar die bicep curl. 2-2. Single tempo. Hou die spanning op je armen. Hey, we gaan door naar squat. Ik pak mijn matje erbij. Ik heb mezelf gemakkelijk gemaakt. Ik dacht even aan yoga, denk ik. Want ik sta op de sokken. En dat is ook wel weer heel wat anders om een beetje op te frissen. Start met 4-4. Hou vast. Zak je rustig met 2-2. 1, 2, 1, 2. Hou vast. 1, 1, 2, zakken. Je houdt hem daarboven dus even vast. Zak. 2 omhoog. Zakken. Niet ver die rug rollen. Gaan we naar single. Yes. That's it. Staan blijven. Let's go. Vier. Drie. Twee. Eén. Rechterbeen opzij. Sumo. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Omhoog. Grijp vast zo vrij, ga ik door naar je derde. En dan zie je, moet niet dit gebeuren. Dus niet veel met die benen naar binnen. Moet je voeten iets dichter bij elkaar zetten. En duw je benen naar buiten. Yes. Zak weer naar 3-1. Mag je zakken. 1, 2, 3. Snel omhoog. Oké. Okay. Twee, twee. 1-1-2. Go. 1-1-2. 1-1-1-2. Kom op. Laatste keer die singles erin, let's go! Kom op! Je zit op 3, 4, 5, 6, 7, laatste en blijf staan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opzij. En omhoog. Je mag hem ook sneller doen. Of langzamer. Maar pas op dit moment ga je omhoog. Als je de muziek dat toelaat. Maar luister vooral naar je lichaam. Waar krijg je die verzuring? Dat is eigenlijk wat je wil raken. Ik ben zelf niet zo voorstander van hem heel snel te doen.
Oké, we stappen terug. We gaan naar 3-1. Mag je zakken. 1, 2, 3. Nou, op die typische squathouding, hè. Terug recht, knieën achter de stenen. Dat is belangrijk. 2-2. Ik heb hem nu best breed. Als je dat opvalt. Dat mag. Zorg dat het geen sumo wordt. 1, 1, 2. Zakken. Vast. Omhoog. Kijk niet te veel naar onder. Je wil recht terug houden. Dat kan wel. Maar soms lukt dat niet zo goed in combinatie. Hou vast. Die laatste sumo. Kom op. En lift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Kom op. 6, 7, 8. Niet het moment om te stoppen. Laatste. Laatste 4, 3, 2, 1. Lekker bezig. Tenzij je nu met een zak chips op de bank zit. Niet zo lekker bezig. Alhoewel je wel een keer mag verwennen natuurlijk. We gaan naar borst. Naar chest press. Oh, dat is perfect. En dan mag je op je matje of een zachte ondergrond wat je hebt. Misschien ook wel een bankje mag er liggen. Start je met je 2-2. Let's go. Let goed op hoe je start. Dat was heel basis wat ik zeg. Ik bedoel hoe je gaat liggen. Hou dat goed in de gaten. En niet met het volle gewicht. Gaan dan door je knieën gaan. Je bent bezig met je 2-2. En je stopt er totdat je de vloer raakt. Maar je gaat er niet op hangen. Dat is niet de bedoeling. We gaan naar 4-4. Slow down, slow down. Ellebogen er een beetje tussenin. Combi. 1. 2, 3, 2 laag. Laat jezelf op. 1, 2, 3, 2 omhoog. En om dan even te spreken van je mind-muscle connection. Probeer die focus met je hoofd ook op die borstspieren te leggen. En die bewust aan te spannen. Oké, we gaan naar 4-4. Dat klinkt heel basic. Maar geef het eens een try, zou ik zeggen. Je doet deze nu één keer. En dan ga je weer door naar je 2-2. Let op al die punten. Vorige keer moest ik heel erg met mijn lachen over wat ik bedoelde met een pijl. Hou je armen dus niet in die T-vorm. Dus je bent geen T met je hoofd als punt, zeg maar. En je bent een pijl. In die richting hou je je armen. Misschien een hele stomme metafoor, maar ik vind hem wel goed. Handen buiten schouderbreedte en dan zakken net onder je borst. We gaan naar 4-4. Dat zijn al die punten, hè? Span je borst aan. Aangespannen schouders. Combi. 2 laag. 1. 2. 3. 2 hoog. Ook belangrijk, hou die voeten stevig op de grond. Buik aangespannen. En het is redelijk logisch dat er misschien een kleine holling in je rug zit. Dan gaan we naar 2-2 door. Dit is je laatste set op de grond. Hierna ga je naar push-ups. Maar ik zelf heel veel aan het wiebelen af van mijn voeten. Probeer die gewoon stevig op de grond te laten. Ellebogen lichtjes naar binnen. Dit is je laatste. Hou hem bovenin. 4-4. Die pauzes trouwens, die zijn niet verkeerd, hè, dat je even de grond aan moet raken. Dat is heel zwaar. Die zit in die combi. 2 laag. Met die pauzes dat je even moet aantikken en niet laten hangen trouwens. Dat betekent dat je dan weer helemaal opnieuw op moet starten en niet die bounce kan uitoefenen. Dus dat maakt het alleen maar zwaar. En omhoog. Dan ben ik vrij lenig gelukkig. We gaan naar die push-up. Ik draai mijn matje even, want je moet hem eigenlijk best breed houden.
En dat matje zit dan net op die lijn van smal en breed. We gaan starten midden links, dus niet op eens rechts gaan. 3, 2, 1. Richt die voeten mee. Je hele lichaam gaat mee. Kijk niet naar je tenen. Rug recht, nek in het verlengde daarvan. Ga zitten. Of ga door, mag ook. We gaan naar rechts. Midden rechts, midden rechts, midden rechts. Midden. Daar eindig je mee. Gaan we weer van start. Denk in die ellebogen waar die geplaatst zijn. Yes. 1. Rechts op. Midden. Yes. Ik mis het geluid van jullie die helemaal kapot gaan hierop. Erg jammer. Maar wel heel fijn dat jullie meedoen en kijken. Wij gaan naar... Terug. En dat betekent dat je begint met een krachtfase. Vervolgens naar een cardiofase gaat. Dus ik zou zeggen, start wat zwaarder. Dat ga ik nu ook doen. Ik kan hem altijd doortrekken, voelt niet goed, ga je gewoon wat lichter. Start met je 4-4 deadlift. Buik aangespannen. Schouders naar achter. 2-2. Ik heb een vrij holle rug van mezelf, maar probeer dat echt vast te pakken in die buik. We gaan naar een single dead row. Eerste combi, deadlift, high pull. Controleerd, vaart erin. Dan zie je jezelf niet voorover. Wow. 1, 2, 3, terug. 1, 2, 3. 1, 2, 3, die ellebogen verstopt die achter je core. Om die schouderbladen naar elkaar toe te trekken. Oké, je bent er boven, je hebt een 4-4 deadlift. Ik ben iets snel, sorry. 2-2. En een single dead row. Laag. 1. Terug omhoog. Schouders naar achter. Probeer je ook als je omlaag gaat, hè. Hij ligt door je benen. Meer dan dat je bij deadlift doet. Hou vast. Row. 1. 2. 3. Kom terug. 1. 2. 3. Ik zat verkeerd. Ik had nog een combi. Nog 2 keer. Dat was je laatste. Krijg je de tijd om van gewicht te wisselen. Ja, hier zat nog een combi tussen. En ja, die ben ik vergeten. Krijg je er nog genoeg? Dat scheelt. We starten zo weer met 2-2 deadlift. Ik ga een stukje naar achter. Nu sta ik er beter voor, denk ik. Oké, let's go. 2-2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Laatste keer. Kom je boven, ga je naar single dead row. Je hebt misschien wat lichter gewicht. Misschien wat zwaarder. Kijk jezelf thuis uit.
zet deze niet wat door. Single deadlift. High pull. Blijf laag. Triple. 1, 2, 3. Eén, twee, drie, clean and press. Laag. Oké, we gaan naar power press. Mag je weer zakken. Nogmaals. Na deze gaan we door naar die combi. Zakken. Deadlift. High pull. Deadlift. High pull. Op die tenen, kom op. Laag. Triple. 1, 2, 3. Clean and press. Laag. Vast. Hoog. Door die knieën. Een right row. Hou vast. Power press. Dus die upright row omhoog. Onderkruipen. Door die benen. En we laten zakken. Laatste. Kom op. Pak een korte pauze. Of zet hem op pauze, kan ook. Oké, we gaan van start met de one and only triceps. Dus, handen dicht bij elkaar, je hebt een beetje een zachte ondergrond nodig en je plates. We starten met push-up en we eindigen dus met, ongeveer het hele liedje zo met plates. Maar goed, dat weten jullie allemaal wel. Dus die heb ik bij liggen. Ik ga van start. Oké. Twee, twee. Hou die buik een beetje omhoog. Niet voor je rug gaan hangen. We gaan een single. En je gaat naar hold. Ik heb een beetje om schouder. Ga je naar triple laag. 1, 2, 3. En dan ga je een single. En nog een single. Laatste keer. 1, 2, 3. Single. Single. Pak je plate bij. 2, 2. Rechterzijde. Betekent dat je linkerbeen naar voren staat. Linkerhand op je rechter schouder als je dat fijn vindt. Single. Hou vast. Hold. Hold.
How I look so dope. They all want that. Boy, you're just my. Fit my body right, right. I know what I like, like. Is that she on that? Komt hier boven in pulses. Single. Nog een keer. 1, 2, 3. Single. Kom je zitten. Of in ieder geval bij de knieën. En dan ga je boven je hoofd. Overhead extension. 2-2. Start je mee. Yes, laat zakken. 1, 2. 1, 2. Hold. Op 10 is graden, hè? Die schommelen. Oh, die ellebogen bij elkaar. Dat is een van de belangrijkste punten. Triple. 1, 2, 3. Single. 1, 2, 3. Single. 1, 2, 3. Single. Kijk naar het beeld. Daar heb je die ellebogen. 1, 2, 3. Single. Die ellebogen hou je bij elkaar. Gaan we naar de zijkant. Andere kant. 2, 2. Rechterbeen voor. Rechterhand op je linkerschouder. Als je dat 5 doet, ga je niet op hangen als spier dat je in één lijn zit. We gaan een single tempo. Let's go. 1. 2. Zet die met vaart, hè. Span die aan. Draai anders net een beetje kant op. Hold. Met je arm, zodat je die kan aanspannen. Je laat je arm bij die hold daarna niet zakken, hè. Dus je bovenarm blijft op dezelfde hoogte. Je onderarm zakt omlaag. Ongeveer dezelfde hoogte. 3 pulses. Single. Er zit bijna geen beweging in, hè, bij die kleintjes. Niet helemaal laten zakken. Overhead. Je start weer met die 2-2. Daar ben je nu mee bezig. Maar je begint nu bij je tweede. Hold. Het kan best zijn dat je hier je ellebogen, of in ieder geval je ellebogen, een beetje naar buiten kantelt. Dus zodra je omlaag zakt, moeten die gewoon bij elkaar zitten. Zodat ze waar ze niet meer kunnen. 1, 2, 3. Single. Twee keer. Hou die rug recht. Span niet voor je buik aan, dat je niet zoveel je rug gaat hangen. Twee keer single nog. En die 4-4. Omhoog. Yes. We gaan de bicep. Yes, pak hem op. 2-2. Luister, die ellebogen die zitten tegen je zij aan. Licht door je knieën. Rug recht, we gaan naar 1-1-2. Die handen zitten in één lijn. Recht naar voren vanuit je ellebogen, dus niet naar buiten of naar binnen. Schouders naar achter. Buik aangespannen, liefst. En laat hem zakken. Niet op dat net voor dat zwaarste punt vasthouden. 4-4. Dat loslaten is ook een kunst. Je gaat naar je pleat.
En die haal je dus naar voren. En dan draai je ze weer naar binnen. Schouders naar achter. Laat ze dicht. Start weer met 2-2. Ik heb eigenlijk een beetje als vuistregel, hou die pink en die ringvinger. Je mag trouwens al starten. Als je het in je benen aan zitten, dan kom je vaak goed uit met je houding. 1-1-2. Ga niet zo staan, hè. Met die benen zo bij elkaar helemaal gestrekt. Stukje uit elkaar, ongeveer schouderbreedte. Licht door je knieën. Perfect. Zijn je ook goed stabiel? Je zakt voor de laatste keer. Dit setje. En je gaat naar 4-4. 1, 2, 3, 4. Niet zoemelen met die armen naar voren gaan of die rug erin te halen. Plate. Hou die rug recht. Ga niet dit doen. En zwaaien, dat is ook heel overdreven. Hou die controle erop. Laatste twee. Laatste. Hou naar die kleintjes. Finale. Oké, let's go. 1. 2. 3. 4. Boven. 1, 2, 3, 4. Maak je hem helemaal af, dan ga je omlaag. 1, 2, 3, 4. Hou die spanning erop. Hier hou je dus wel die spanning erop, hè. Laatste setje. Eerst helemaal omlaag, dan omhoog. 1, 2, 3, 4. Zakken. Ga naar 4-4. Nu pas zakje. 1, 2, 3, 4. Geen stroomversnelling er midden tussenin. Hè? We gaan naar lunch. Ook die zal ik niet meer op de step doen. Om het wat... meer te koppelen aan jullie situatie thuis. Waarbij jullie waarschijnlijk niet hoger of lager makkelijk kunnen gaan staan. Dus je pakt je barbel erbij. En we starten met de lunch. Linkerbeen voor. 2-2. Oké, bij boven ga je naar single. Yes! 1, 2, 3. Probeer alsjeblieft. Laat anders een partner, gezinslid, wie dan ook, kijken. Kijken of jij je aan die techniek houdt. Dat is heel belangrijk. 2-2. Of jij niet met je knieën naar voren gaat. En een heel gemaakte fout is dit. Moet je even kijken. Ga maar naar voren gaan. Of zo naar onder gaan. Het gaat erom dat je achterste been zakt. Jij voor de rest helemaal recht blijft. En je voorste been achter je tenen blijft met je knie. Zijn knie. Oké. Kom je omhoog. Doe dat ook. Met. Controle. Stap niet zomaar bij. Ik pak één plate in de hand. Als je die niet hebt, pak een fles. Fris drank, water, maakt niet uit. Ga naar 4-4. Spot. Span die buik aan. Is vermoeiend, weet ik. Hou vast. Gaan we naar bottom. 2. Links. Je mag hem ook hier voorhouden, hè. Ook prima. Je mag hem ook omwisselen. Zeg maar aan jou.
Dan krijg je dit. Blijf voorin. Vier kleintjes, langzamer. 1, 2, 3, 4. Hou die rug recht. Stap op. Stap bij. Gaan we naar die single. Let's go. 1, 2, 3, 4. Die stappen steeds bij, hè. Hier geldt ook weer. Laat gewoon je borstbeen de druk wat tillen. Je achterste voet staat alleen op de bal, hè? Niet op je hele voet. Oké. Leg weg. Pak weer je bal erbij. Ga naar 2-2. Recht mee voor. Tenzij je net andersom had. Je hoeft die niet helemaal uit te zetten, je mag die ook een beetje op spanning houden. Dan zet je hem niet helemaal door. En een single tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2 weer. Achterste been zakt. Niet je voorste been. Ja, die zakt wel. Maar die neem je niet meer mee naar voren. Pak je hem iets breder, heb je mee je billen, hè? Iets dichterbij mee je triceps. Pak je weer een plate erbij. Squat 4-4. Hou die verspanning. Zak je door. Zit op 4. Wat ik daar doe, zodra je helemaal omlaag zit, op die 90 graden of net iets verder, span je billen aan, duw op je hakken. Dat is echt bedoeld voor je billen dan. Zit op 3-1. In één keer. Oké. Gaan we naar 2-2, kleintjes. 1, 2, niet 2-2, sorry, 2 kleintjes. De 4. Andere kant. Pak je hem erbij. Je mag hem ook zo doen, hè, met de leusjes. Maar beide handen vasthouden. Ik zal die meedoen. Wat hier het voordeel van is, is dat je heel fijn die stabiliteit kan houden. Omdat je dit middelpunt van met je pleat hebt. Waardoor je je romp goed aangespannen kan houden. Sorry, je core bedoel ik. Je mag hem ook zijwaarts doen, hè. Voor je zijkant billen. Laatste keer. Yes. Lekker bezig. We gaan starten. Met schouders. We gaan elkaar gewoon even uitdagen. Zoveel zullen we dat ook alweer niet doen in sport. Op het moment. Dus we gaan gewoon van start. Kijk terug, kun je hem altijd even op pauze zetten. We starten met 2-2. Tel voor hem en meer. Buik aangespannen. Heb je onze tenen liggen uit elkaar. Ellebogen ertussenin. Single. En niet naar je tenen kijken. Hou vast. Triple.
Lichtjes aanspannen en weer los. Oké, we pakken de plates erbij. Ga je klaarstaan. Een soort van deadlift houding. Leg je naar voren, licht bij je knieën. 2-2. Maak jezelf een beetje in de vorm van een bodybuilder. Alsof je echt niet meer je armen bij elkaar kan doen. We gaan naar 4-4. Wat bedoel ik daar nou mee? Alsof je ontzettend breed bent. 1-1-2. Dus je gaat terug. Houd je armen een beetje op spanning. Dus niet als pudding zo omlaag gaan, hè. Single. Hou alles aangespannen. Schouders. Rug. Buik. Bovenbenen. Hamstrings. Kom op. We gaan naar die triple. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kom op. Nog 3 keer 3. 9. Kom op. Laatste. Kom op. Nou, daar viel nog mee. Pak je dezelfde plates, andere plates, ander gewicht. Wat je ook in huis hebt. Wat jij fijn vindt. Scoop en fly. Daar komt hij. We gaan naar 2-2. Je zet hier 90 graden naar achter. Span aan. Omhoog. Naar de zijkant. Kom terug. Zakken. Het waren hier 2-2. We gaan naar single. 3, 2, 1. Laatste. Ga je naar je shoulder press. Probeer je er 20 van te maken. Maar niet uit als je niet helemaal uitkomt. 3. 2, 1, let's go! Kom op! Laat je van mij pas aanmoedigen door je pap, mam, opa, oma. Wat maakt er wat van? Kom op! Omhoog duwen. Hou die stabiliteit in je core. Oké, ik pak even snel een slokje water en dan gaan we beginnen aan back. Dan mag je voor in je plankhouding komen. Wanneer je erin zit. Leg je je schouders. Core helemaal aangespannen. Laat die rug niet hangen. Je tikt met je knieën naar de grond. 2-2. Super stabiel. Hou vast. Single. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gaan we dadelijk naar de zijkant, side plank. Ik heb mijn linkerarm eerst op de mat staan en draai je naar de zijkant. Voet je bij je lichaam met die arm en je neemt je voeten mee. Span je buik aan, hè. Dan gaat het nooit de benen om.
Gaan we boven in. Pulses. Ga je naar de andere zijde. Ver langs je lichaam met je arm. Je mag ook oefenen als het heel goed gaat. Om niet meer dat matje aan te raken terwijl je terug bent. Met je arm. Dat is wat ik nu doe. En nou die buik super stabiel. Toppunt van stabiliteit. Blijf bovenin. 1, 2, 3. Althans, in deze oefening is het toppunt. Dit maak je dus kleiner. Die pulsen zijn op dit moment als je op je rechterzij ligt, hoe de rechterzij kan bijspieren. Kom terug. Hou ik fietsen. Beide benen omhoog. Recht 90 graden. Niet hier, niet daar, hier. Rechter elleboog gaat naar linker knie. Linker elleboog gaat naar rechter knie. 2-2. En ik doe net alsof jullie er zijn. 2-2 is 2-2, hè. Dus geen 1-1. Geen halve seconde. Rustig. Nu gaan we naar single. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We zijn een halve. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Het gaat erom hè, dat je bij die oefening niet per se je handen achter je hoofd moet houden of iets dergelijks. Vooral omdat je vaak ziet dat mensen hun hoofd mee gaan trekken en zo aan hun nek lopen te trekken uiteindelijk. Ze mag ook gewoon in de lucht, zolang je die beweging met je coma maakt. We zetten de linker knie naar onze buik. Die andere mag je zo laten staan of helemaal liggen. Dan mag je ook je enkel losdraaien. Pak met je linkerhand je linker enkel. Draai naar de rechterzij. Met benen fijn op elkaar rusten. En je hoofd op je andere arm. Ga niet geforceerd zitten. Liggen. Ga terug naar de rug. Leg je linker enkel op je rechterknie. Pak je rechterbeen met beide handen. Bovenbeen en die til je omhoog. Hoofd. En voel je rek op je linkerbeel. Ga je terug. De rechterknie naar je buik. Ga je enkel los. Whenever it comes easy, and I see it on your face. I don't want you to be lonely, but right now I'm the only one who feels this way. And I ain't even trying to make you miss me. Hand, je rechter enkel. Make you miss me. I know a history. But it kills me in the mouth that you found somebody to love, somebody. Terugkomen. Je rechter enkel op je linkerknie. Pak je linkerbeen omhoog. Laat je zakken. Pak je linkerbeen en die rek je zo ver mogelijk op. Knie naar links, armen naar rechts. Knie naar rechts, armen naar links.
somebody to love. Mag je omhoog komen? Ik zal even naar deze kant gaan. Rechter knie naar voren. Rechter tricep oprecht. En dan mag je in die heup gaan hangen. Uit je los. Linker knie naar voren. Linker tricep oprecht. Laat je los. Beide knieën. Sla je armen open. Borst open. Jongens, dat was hij weer. Ik zie jullie heel graag volgende week weer. Of elk moment waarop je tijd hebt. Ik hoop dat het allemaal heel goed met jullie gaat. Dat had ik nog niet eerder benoemd in de video's. En ik zie jullie heel, heel, heel graag weer binnenkort terug. En tot dan nog een hele fijne week. En geniet alvast van de volgende les.